Hallo dames en heren en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Harry Potter en de Steen der Wijze, terwijl ik mijn timer weer zet. De volgende keer hebben wij de Wingardium uitdaging voltooid. Heb ik jullie een kleine tutorial gegeven over hoe je groot wordt op YouTube. En de vorige keer heb ik jullie beloofd dat ik deze vent op zou pakken, dus dat gaan we dan ook maar doen. Dat gaan we dan maar doen, hè. We pakken hem op. Ja, hij wordt een beetje misselijk. Oh, epische kaart, pedo. Inname ding of zoiets. Iets in die richting. En welke is het? We beginnen deze aflevering meteen met de tovenaarskaart. Dus dat gaat lekker. Oh, we hebben deze pedo ook nog niet gehad. Nou, dan gaan we door met deze pedo. Oké, Albert Zwartel. 1899 tot 1981. Beroemd magisch technoregisseur. Echt, jongens, er zitten namen in van what the fuck. Dit spel is 3+. Als ik dit speelde toen ik 7 was, ik wist echt niet wat dat woord betekende. En dat weet ik nu nog steeds niet. Dus ken je nagaan, die ben ik 9. Ken je nagaan. En wat is deze vent? Ook een pedo met een kwal of zo? Lijkt op een kwal. Is het een kwal? Gaan we lezen. Ulfric het Waarhoofd. Middeleeuwen. Datum bekend. Nou, er staat genoeg data hieronder hoor, maar maakt niet uit. Ultimatum excentriek het overlaten. Rondom het feit dat hij een kwal droeg als hoed. Nou, dat was toch wel een schokkende situatie, hè? Snap je hem? Een schokkende situatie. Hè? Hè? Ja, nou, laat me zitten. Wat een plubiek, zeg. Wat een plubiek. Jezus. Ik ga maar stoppen, want... dat wordt het niveau van deze video. Als je zegt dat een kwal op je hoofd zit. Een schokkende situatie, ja. En weer een brief. Harry, als je te laat komt voor de les kruidenkunde. Verliest Gryffindor andere afdelingspunten. Schiet op Hermeline, je hoer. Oké. Okay. Nou, ik ga op mijn eigen tempo, bitch, dus dan weet gij dat. Kijk, en dit is een geheim. Weet je hoe ik dat weet? Al deze schilderijen hebben we een tafeltje voor met 2 kandelaars en deze niet, dus dan is dit een geheim. Heel simpel. Simpeler kan het haast niet. Yahoo, we hebben hem. We hebben ze. Ja, we hebben ze hard, jongens. We hebben ze hard. Oké, wat de fuck is dit? Oh nee, ik word verkracht. Hey, help, 2 vieserikken. Hou je van verrassingen, hè? Malfi dus heeft een cadeautje voor je. Ik heb al een dildo. Pas op je tellen hier, Potter. Zwadderaars houden niet van Gryffindors. Pas op je tellen. Uit welk jaar komt dit spel? Pas op je tellen. Weet je hoe vaak dat... Weet je hoe lang je dat niet gehoord hebt? Pas op je tellen. Dat zei mijn moeder toen ik klein was. Pas op je tellen, hoor, jongeman. Als je nog 1 Snoopy hebt pakken uit de kast, dan moet je dat krijgen, dit. En ik kreeg het ook. Oh jongens, dit is echt nostalgie voor mij. Dit is het minst geweldig. En helemaal geweldig is dat die heks maar 3. Dat die heks maar 1 snoepie per keer geeft. En dat ik een fucking 4 keer een spruitdraaf moet steken om 4 smekjes te krijgen. Oh. Oké, de laatste was wel een beetje geul met 3 smekjes, jongens. 3 hele smekjes, wie had dat ooit gedacht? Ik had dat niet gedacht hoor. Echt niet. Ik had dat niet gedacht. Hey, Lubbermans met zijn geheugensteen. Hallo Harry, ik ben Marcel Lubbermans. Dat weet ik. Toevallig. Dit is mijn geheugensteen. Oh. Hij vertelt je of je iets bent vergeten te doen. Oh, hij zegt dat de les kruidenkunde bijna begint. Oh my god. Oh, voor ik het vergeet. Pas op voor Draco Malfidus. Ik zag hem daarnet rondsluipen hier. Kut, hij heeft mijn dildo. Malfidus, geef mijn dildo terug. Koop je eigen dildo. Ik ben geloof ik een beetje bang om te vliegen. Ja, maar... Nou ja, in de film stapte hij wel eerst op een bezem. Ergens een geheime kamer. Oh, zit hier in een geheime kamer. Bedankt voor de tip. En jongens, die geheime kamer, laat ik zo zien. Die zit verdomme hier zo. Moet je kijken. Choco-kikkers zijn heel tof, als je weinig energie hebt. Ja, dat weet ik. Kijk, hier zit de geheime kamer. En die vent loopt in aan te zoeken, joh. En kijk, als ik er nu aanspreek... Die standbeelden zijn best interessant, vind je ook niet? Ik vind ze lelijk. Zeg het eens, kom op. Er schijnt hier ergens een geheime kamer. Zie je? Ik zal hem als eerste vinden. Ja, jij zal hem als eerste vinden. Nou, ik ben er al mee bezig. Dus, fuck you. En wij klimmen omhoog met de camera die lekt als statief is. Maar maakt niet uit, joh. In de YouTube-video zie je er niks meer van. Dus daar gaat het bij om. Dat ik leid, oké. Maar jullie mogen niet leiden door deze gameplay. En als het goed is, zit hier een kaart in. Hij heeft mijn hoofd gezegd. Ja, met allemaal blauwe smekkies. Dat is de enige kist die allemaal blauwe smekjes geeft. En wat hebben we hier? Oh, dit is een blauwe pedo met een mooie snor.
Zie je dat? Een blauwe veder met een blauwe neusnoer. Zal wees niet goed met hem zijn. Wat zegt de Magfolia Magie over die kaart? We gaan het zien. Oh. Dregwent Simpling. 1912 tot heden. Zo. Die is 101 jaar oud, joh. We zitten nu in 2013, dus kun je nagaan. Ik weet niet of ze nog steeds leeft. Het zal wel niet, maar... Had een volledig landradig weekblad en overleefde het maar nog... En overleefde het maar is nog steeds paars. Oh. Nou, ja. Die vent was er niet al te slim, hè, als hij dat deed, toch? Ik vind dat niet al te slim als je een langdradig weekblad eet. Dat vind ik niet al te slim, hoor. Harry, niet omhoog klimmen. Stoute, jongen. Stoute pedofiel. Stoute. Chocokikkers zijn heel tof als je weinig energie hebt. Ah, je kop met je chocokikkers zijn heel tof. Oké, nou Draco Malfoy moest hier ergens rondzwerven. En wij hebben een opslaanboek gepakt. En wij hebben twee harnassen verkracht. Dat is ook goed. Oh, waar is Draco nou weer? Oh, daar is die, daar is Draco. Wie zegt dat dan niet aankomen? Kijk eens aan, Potter. Geef me mijn dildo terug. Tegen. Een rondje door het kasteel aan het wandelen. Draco, geef me mijn dildo. Niet verder. Je komt niet langs me, wat je ook doet. Ik wil mijn dildo. Oh. Ik ben mijn dildo. Stil moet komen. Ik wil mijn dildo. Deze knalbonbons zijn lachen. Hier, vangen. Nee, hoef ik niet. Ik wil mijn dildo, man. Luister nou eens. Ik wil mijn dildo. Hallo, in je bakkers. Oh, die was niet in de bakkers, jongen. Auw. Verdomme. Deringlaaier. Oh nee, die paarse klopt snel. In je bakkers, alsjeblieft. Oh, zijn er help? Serieus, zijn er help? Oh my god. Kut. Hij spamt ze, man. Dat is niet leuk. Jesus. Kom op, zeg. Draco. Niet doen, hoor. Ik ga het vertellen aan je moeder. Ik denk dat ik straks 1 terabyte heb aan Harry Potter video's. Op mijn computer. Maakt niet uit. Ik heb maar 5 terabyte geheugen, dus dat maakt niet uit. Ja, we hebben Draco. Ongelooflijk, jongens. Vervloekte Potter. Nou, geef me het deel daar terug. Niet zo goed met je af. Ja, ik heb mijn dildo terug. Dankjewel, Draco. Dat was toch niet zo moeilijk? Moest je alleen maar verkrachten met knalbonbons. Maar dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Is hier nog wat leuks? Een chocolate frog. Zoals dat mooi in Engels heet. Een chocolate frog. En wij gaan naar buiten. We zetten onze eerste stap. Buiten zwijnste, jongen. Ik ben een beetje bang. Wat een lelijk kasteel, zeg. Harry? Huh? Hier. Waar? Oh shit, nee. Harry, niet naar de grootste pedo gaan. Hij heeft de grootste Hallo, banaan. Harry, ik ben het. Hagrid. Goed je te zien. Dit is het terrein van kasteel Zwijnstein en ik ben natuurlijk de eerste opziener. Lekker cola. Ik kan niet geloven hoe snel alles hier groeit. Oh, dat kan verkeerd opgevat worden. Je vriendin staat op je te wachten bij de ingang van de kassen. Ja, die hoor, wacht Kom maar lekker. Later even een bakkie thee drinken als je lessen voorbij zijn. Kom helemaal een bakje thee bij doen. Die zame pedo. Ben je niet goed? Laten we een bakje thee doen, hè? Porno les. Ja, daar heb ik een beetje ervaring, hè? Dan weet je wat ik moet doen, hè? Ja. Wanneer is er een geheim achter? Ja, jongens, dat moet je maar weten. Echt, dat moet je maar weten, jongens. Dat zijn gewoon skills. Oh. Nou jongens, dat was mijn timer weer, hè? Ik moet weer stoppen. Nou dames en heren, in ieder geval bedankt voor het kijken van deze aflevering van Harry Potter en de Geheime Kamer. De volgende keer gaan wij eindelijk naar de kassa, wat ik al 3 afleveringen zei, maar toch. Tot dan!